ben al sinds mijn zesde zeilster en op dit moment doe ik het fulltime. Dat betekent eigenlijk dat je hele leven in het teken staat van de sport. Dus je wordt 's ochtends wakker en je begint eerst met je kracht- of conditietraining en dan een paar uur het water op en dan 's avonds hetzelfde weer in de gym. Dus dat is een beetje hoe onze dagen eruit zien. Ik heb het nog nooit echt bekeken alsof je iets laat. Het is gewoon een lifestyle eigenlijk. Veel op reis, veel naar de evenementen, veel op locatie trainen. Ik ben nu 4 jaar lang, ongeveer 3 tot 4 maanden in Rio. En voor de rest is het eigenlijk waar de evenementen zijn, dus waar ik ook zit. Dus het is zeldzaam dat ik meer dan 10 dagen achter elkaar in Nederland ben. Ik probeer wel zoveel mogelijk mijn vrienden en familie op te zoeken. En ja, in deze tijd is het super makkelijk om met Skype of social media gewoon in contact te blijven. Dus mijn gevoel is niet dat ik iets laat. Ik krijg vooral een hoop van de sport. 2012 was eigenlijk een race tegen de klok. Ik kwam net uit de jeugd en ik wou heel graag goud winnen op de Olympische Spelen. En op de laatste dag stond ik eigenlijk nog gelijk. En helaas werd dat toen de tweede plek. Maar dat heb ik echt opgezet naar motivatie om weer alles te doen. Om in 2016 nogmaals te mogen strijden voor de Olympische Spelen en hopelijk Olympisch goud. En dit keer onder leiding van mijn coach Jaap Zielhuis. Mijn broer is mijn sparringspartner, dus ik heb coach Jaap Zielhuis. En met mijn broer train ik eigenlijk vrijwel elke dag. En hij is ook assistent coach. Ja, dat is wel een bijzondere situatie. Hij is gestopt na 2012 en nu heb ik echt het geluk dat hij met mij wil trainen. Vliegen vind ik tegenwoordig niet zo heel leuk meer. Ik ben wel echt bang om neer te storten, weer omdat ik mijn leven veel te leuk vind. Dus ik wil eigenlijk vooral blijven leven en ik vind vliegtuigen altijd best wel eng. Maar dat is ook het enige. Ik heb eigenlijk niet zo heel veel angst. Denk ik, angst is altijd is nooit een goede raadgever. Voor buitenstaanders is zeilen natuurlijk een gecompliceerde sport. Maar ja, het is ook echt oprecht een fysiek zware sport. We richten ons op conditietraining, op de duur, maar ook echt explosiviteit. Ik spendeer eigenlijk net zoveel tijd in de fitness als op het water. Het meest favoriete onderdeel van topsport zijn is dat slaap heel belangrijk is. Dus ik slaap echt, ja, ik denk zo elke nacht wel 9 tot 10 uur. Nou, als je mij vraagt, kan je me nergens van wakker maken, maar als je mijn vriend vraagt, is het eten. Ik vind kwark eigenlijk heel lekker. Ik zou echt zo'n pot kwark op kunnen, ja. Ik zeg altijd tegen Jaap, go hard or go home. En als je ergens geen zin in hebt, is het niet relevant, want alles voor het grote doel.